Volgende vraag. Ja, de sabbatical. Op het moment dat ik jou oppikte op Los Angeles Airport met een ander huis. Ja. Een andere gezinssamenstelling. Hallo allemaal. We kregen van jullie een heleboel vragen over van alles eigenlijk. Ik ben benieuwd. Onze relatie, over quarantaine, over samenwonen en trouwen en adviezen en dat soort dingen. Dus trouwen? Ja, ligt niet zo net. Dus ik heb hier in mijn notities een heleboel vragen. Het zijn er echt heel veel. En we gaan er gewoon een paar van jullie afwerken. Leuk. De eerste vraag is, wonen jullie nu officieel samen? Misschien heb jij daar wel iets leuks over te vertellen. Lijkt er wel op. Maar we hebben nog steeds een backup huis. Ja, maar gisteren heeft Jordi een aanvraag gekregen voor iemand die zijn huis wil huren. Dus we hebben eigenlijk gisteravond besloten dat we officieel gaan samenwonen. Wat wel spannend is. Ik ben meteen dingen gaan googlen. Bijvoorbeeld 30 vragen die je elkaar moet stellen voordat je gaat samenwonen. Die wil ik nog even afwerken. Misschien nemen we dat ook al op. Leuk. Maar iets te laat. Ja, misschien iets te laat. Mensen vragen ook, wat zal het samenwonen in deze periode teweeg brengen? Nou, het zal teweeg brengen dat we dus echt gaan samenwonen. Het is vooral ook gewoon een vuurdoop. Het is de soort van de meest extreme versie van samenwonen. Ja. In isolatie, gewoon in één keer vanuit niet samenwonen in altijd samen in één klein appartementje zijn. Ik denk dat we 1 week even moesten wennen eraan. Denk ik ook. Waar stressen jullie vooral over als het over samenwonen gaat? Jij komt dan in mijn huis nu wonen. Dus dat gaat bij mij vooral over spullen. Ruimte hebben. Ik heb al te weinig ruimte voor mijn eigen spullen, zeg maar. En verder gewoon een beetje personal space, denk ik. Dat vind ik als enige nog wel spannend. Hoe hou je je personal space? Ik denk dat het ook wel gewoon de kleine gewoontes is die je hebt, die je van elkaar. Als je niet samen woont, is het prima dat ik bijvoorbeeld soms een bananenschil in de gootsteen laat liggen, omdat ik die dan 10 minuten later weggooi. Maar als ik dat 1 keer doe en jij ziet dat, is het meteen, kan je deze bananenschil weggooien? Dan denk ik, na het ontbijt gooi je die bananenschil wel weg. Weet je, maar thuis doe ik dat ook gewoon altijd. En zo heb jij ook bepaalde dingen. Mm-hmm. Dus dat je een koffie met melk maakt en dan de melk buiten de koelkast laat staan. Of de koelkast langer open laat staan. Ja, ja. Je zei de mensen ook iets over in de vorige vlog. Over dat je de koelkast langer open laat? Terecht. Hoe ziet ons droomhuis eruit? Vroeg iemand ook. Dubbele douche. Oké. Dat is een van de dromen. Is een van de dromen, toch? Voor ons, voor het samen. En gewoon lekker veel ruimte en licht. Voor nu is dit gewoon een super fijn huis. De keuken is helemaal nieuw. De badkamer is vorig jaar gedaan. Dus dat is wel heel nice. Is ook zo. Het is nu gewoon een super lekker plek voor. Het is 180 graden veranderd vanaf de eerste keer dat ik hier. Ja, totaal. Oh my god, ik schaam me gewoon echt. Plafonds, interieur, keuken, badkamer. Alles. Alles. Meubels. Letterlijk alles eigenlijk. Alles. Droom, fantasie is zeg maar in Amsterdam en dan een soort van rustig zijstraatje waar we ook een tuin hebben en wel dubbele verdieping. En gewoon dat het helemaal naar je smaak is gemaakt. Ik word zo blij nu van hoe alles in mijn huis is zoals ik het mooi vind. En dat zou ik wel ook wel heel nice vinden om samen te doen. Ja. Meubels te zoeken en iets in te richten en zo. Leuk. Kijken of ik mee mag beslissen dan. Ja, ik ben wel de baas inderdaad. Ik moet wel zeggen dat onze stijlen wel meer naar elkaar toe zijn gegroeid. In het begin was het echt drama en Jordi houdt heel erg van planten en vintage en hout en dat soort dingen. Meer die retro stijl. Ik hou toch meer van design en ook wel van, maar ik denk dat het naar heel modern ook, als je hier naar kijkt, het is allemaal heel modern. Maar het is wel naar elkaar toe gegooid. Ja. Mag hondels blijven als jij aan mijn kant woont? Niet aan mijn kant van het bed. Nee. Vorige week zei ik tegen Jordi, heb jij hondels gezien? Ik zei, die hondels slaapt toch niet elke nacht hier in bed? Ik zei, nee. Wat is het leukste aan samenwonen in quarantaine en wat is het frustrerende? Het leukste is
dat we denk ik gewoon wat meer tijd hebben, wat meer rust. Dus dat we ook wat makkelijker 's ochtends wat rustiger aan kunnen doen. 'S Ochtends even naar buiten kunnen gaan. Om een frisse neus te halen. Of wat meer, we kijken ook wel meer nu samen. Series en zo, ja. Bedoel je? Maar waar we voorheen gewoon niet echt de tijd voor hadden of namen. Mm-hmm. Dat is zeker wel leuk. Het meest frustrerende is gewoon dat er niks is, dat niks kan. Ja. Zoals als je naar buiten gaat, is daar ook niks. Alles is dicht. Mm-hmm. Mensen houden afstand van elkaar. Er is geen gezelligheid of geen plezier op straat. Ja. Het is de smeuïgheid van het leven is er een beetje. Ja, de kersen op de taart. Ja. Ik vind het rustigere leven wel heel fijn. En het leukste aan het samenwonen nu in quarantaine vind ik ook wel dat je je echt een soort clubje voelt. Het is wel heel erg van, oh, we doen dit samen. We zorgen samen dat het huis fijn is, dat er eten in de koelkast ligt. Dat we het leuk hebben en dat vind ik wel heel gezellig. Is... Wat ik het frustrerender vind, soms komt er ruimte op me af. We wonen nu samen op 55 vierkante meter of iets minder. En dat is toch, ik snap dat we in een hele luxe positie zitten, maar ik merk soms dat ik gewoon overal staan al spullen, ook dingen voor ons werk, weet je wel. We zijn en we wonen en leven en werken hier nu opeens met z'n tweeën en dat vind ik soms frustrerend, dat ik gewoon meer ruimte wil en niet de hele tijd alles hoef op te ruimen om een beetje normaal te kunnen leven, elke dag weer opnieuw. Ja. En ja, soms ook toch gewoon dat het lekker zou zijn om heel even bijvoorbeeld alleen te zijn, maar we gaan ook nog wel naar ons kantoor, soms ook om en om, dus dat is ook wel chill. En dan mis je iemand ook bijna en dan is het ook weer heel leuk om elkaar te zien. Oh, mis je me dan? Ja. En als we elkaar irritant vinden, ja, dan komt het nu gewoon eigenlijk doordat je te veel de hele tijd alleen maar op elkaar zit. Alleen maar met elkaar ook bent. Want als je normaal hebt, ja, zoveel dat je gewoon continu met andere mensen bent en dan, precies, elkaar tussendoor steeds even ziet. Ja. En nu ben je gewoon alleen maar met elkaar. Ja, dus soms wil je bijvoorbeeld, ik weet niet, dan wil je gewoon even je space hebben en dat kan dan niet. En dan irriteer je waarschijnlijk aan wie dan ook in je space is. Maar echt persoonlijke irritaties heb ik niet eigenlijk nog veel, toch? Nee, kunnen. Nee. Behalve dat je altijd spullen hier staan. Ja. Maar zo niet persoonlijk. Wat is jullie leukste ervaring tot nu toe samen? In quarantaine? In life? Leukste ervaring samen ooit in het leven? Ik denk... Wat een goede mogelijkheid is... is het moment dat ik jou oppikte op Los Angeles Airport met de cabrio. Dat is geweldig. Dat is fantastisch. Ja. Precies een jaar geleden, yeah, waren we met z'n tweeën in Amerika. Dat was een hele leuke, bijzondere reis, want ik was eerst met H&M, mocht ik mee naar Arizona voor een collectielancering. Toen waren wij 10 dagen met z'n tweeën in LA. En toen had ik nog met Linda Meijden en bij Dani een reis voor Linda Meijden. Een cover shoot. En dat was zo'n happy vibe voor ons. Superleuk, superleuke plek. Ja. Sliepen op leuke locaties. Mega avontuurlijk voelde het. Heel leuke open auto. Ja, we hadden een cabrio, dus een auto met een open dak. En ik weet ook nog precies, ik was van H&M van Arizona naar LA gevlogen. Was ik in, ja. Ja. En stond ik op het vliegveld en toen, jij kwam een uur voor mij aan en je had de auto opgehaald. En toen waren we gewoon allebei aan de andere kant van de wereld. En ik wist gewoon, oké, over een paar minuten ga ik gewoon Jordi hier zien. Hoe vet is dat? En toen kwam jij gewoon aanrijden en ik stond daar met al die koffers. Toen riep ik jou. Dat was echt super grappig. Omdat ik jou nog niet zag, ik hoorde opeens zo, Peppy! Het was zo leuk. En toen waren we gewoon aan het gillen van excitement in die auto. Ja, woehoe! Al die koffers staken uit dat open ding. Ja. En toen we voelden ons daar zo fijn. Er was zoveel zonlicht en positiviteit. En elke ochtend gingen we koffie halen. Dan gingen we in de gym van het hotel een uur sporten en een podcast luisteren. En daarna gingen we gewoon op avonturenpad. Dus dat is eigenlijk ook om even een bruggetje te slaan. Nou, de volgende vraag. Ja, waar het zaadje geplant is voor de sabbatical en de reis naar Californië. Ik heb dit nog niet in mijn vlog verteld, maar
Afgelopen week heb ik bekendgemaakt dat ik vanaf mei afstand doe van mijn functie bij Linda Meijer om een sabbatical te nemen. Het plan was dus dat wij over een paar dagen naar Amerika zouden gaan om met z'n tweeën daar 3 maanden door te brengen. Dat ziet er nu natuurlijk heel anders uit, maar zodra we kunnen en het goed voelt, gaan we dat doen. Hoe zagen jullie eerste dates eruit of de eerste periode? Ja, het verhaal over hoe we elkaar hebben leren kennen heb ik al best wel vaak verteld. Ook in de enige andere video die we ooit samen hebben opgenomen. 2 jaar geleden hebben we ook een Q&A gedaan. Ik zal hem hieronder in de video bio linken. Ja. Dus dat heb ik al wel vaak verteld. Hoe zag de eerste dateperiode eruit? Traag. Dat vond ik dus niet, maar... We zagen elkaar 1 keer in de 1,5 week in het begin. Ik vind dat dus best wel veel. Ik was daarvoor eigenlijk meer aan het daten met jongens die je dan zo 1 in de 2, 3 weken zag. Dat is toch niet echt daten? Shit, paar tegelijk heb je ook van. Onze eerste date was bij de Keuvel, gingen we zwemmen en chillen in de zon. Ja. Maar dat was overdag, was nog niet een hele romantische date of zo, meer gewoon heel erg elkaar leren kennen. Een koffie drinken eigenlijk. Ja. En toen gingen we een tijdje afspreken, een paar keer. En op een gegeven moment gaf Jordi een housewarming, want hij was in het buitenland geweest 2 jaar en toen was hij weer terug. En toen leerde ik hem dus precies kennen, echt een week later. En toen waren er ook wat vrienden van jou, Luc en Pablo, en die kennen jou heel goed. En toen kwam ik ook en die gingen mij toen helemaal ondervragen. Zo van, kom jij maar eens even mee? We hebben veel over je gehoord. En toen gingen ze allemaal zogenaamd hele strenge vragen stellen. En hem helemaal ophemelen om hem nog leuker voor mij te maken. En toen dacht ik wel, dus hij heeft wel aan gasten die echt ook zijn beste vrienden zijn over mij allemaal dingen verteld. En toen dacht ik wel, oh dan vindt hij mij wel leuk. Dus toen durfde ik me wat meer open te stellen. En ja. Leuk. Zo ging dat een beetje. Op een gegeven moment hadden we een date dat we op de motor gingen, weet je nog? Ja, klopt. Toen gingen we naar Marken, dat was leuk. Ja, toen hadden we allebei op de motor. Ja, dat was fucking leuk. Het was een leuke date ook, omdat we allebei toen het gevoel hadden van, oh ja, volgens mij vinden we de ander heel leuk en die persoon mij ook. Toch? Dat was voor ons allebei wel zo'n besefmoment. Ja, en toen hadden we daar poffertjes bij, een heel klein poffertjeskraampje en die zeiden, ja. Wat zijn jullie een leuke stel. Ja, ja, weet ik nog precies. Ja. En toen dacht ik nog, oh, misschien is dat al ooit. Dat is best wel leuk. Het ging ook voor het eerst hand in hand lopen, weet je. Oh ja. Hoe wist je dat de liefde wederzijds was? Ja, op een gegeven moment hebben we dat gewoon een beetje gezegd, toch? Ja, als je gewoon met elkaar af blijft spreken en je doet dan een liefde tegen elkaar, dan weet je het op een gegeven moment. Iemand vroeg ook aan mij van, hoe komt het dat jongens vaak na 2, 3 maanden niet meer willen afspreken? Wordt het dan te serieus? Ik heb dat ook wel heel veel meegemaakt in mijn single jaren. Dat je zo een paar keer of 5, 6 afspreekt en dan stagneert het. Terwijl er eigenlijk niet echt iets veranderd is. Nee, maar dan is iemand gewoon niet verliefd genoeg. Ja. Het is niet dat iemand... Ja, sommige mensen zullen ook moeite hebben met te settelen. Of meer, hoe noem je dat? Bindingsangst. Ja. Maar ook als je bindingsangst hebt, als je echt verliefd bent op iemand, dan wil je niet dat het stopt met afspreken. Ik denk gewoon dat... Het best wel moeilijk is om echt, zeker nu we iets ouder zijn, iemand te vinden die echt heel goed bij je past en die echt heel je echt heel leuk vindt en dat wat ook allemaal op het goede moment komt. Er moet gewoon veel samenkomen en ik denk dat je na een maand of 2 vaak gewoon net vaak genoeg met iemand hebt afgesproken om te weten of het daarheen gaat of niet. Dus het zegt eigenlijk heel vaak ook gewoon heel erg iets over de ander en helemaal niet per se over jou of dat je leuk genoeg bent of niet. Dus wat ik heel erg zou adviseren is om vooral niet de hele tijd te denken van er is iets met mij of over 2 maanden gaat het weer zo. En het steeds gewoon als een nieuwe kans te bekijken en niet dingetjes, teleurstellingen van de vorige persoon op de nieuwe persoon te plakken. Want dan is de kans eigenlijk alleen maar groter dat je of krampachtiger wordt of je niet open durft te stellen en dus ook misgaat. Goed advies hoor. Thanks, schatje. Leuke dingen om met je partner te doen tijdens quarantaine? Of hoe hou je de spanning erin in quarantaine? De spanning erin? Samen douchen? Dat doen we eigenlijk altijd ook als het niet quarantaine is. Ik denk dat eigenlijk tijdens quarantaine we minder samen douchen dan normaal. Ja, klopt. Douchen. Denk je, oh, even alleen iets doen.
spanning erin? Spanning, nou, ik merk geen zelf idee. Wel wat dat is spanning dat in een relatie? In het begin dat ik heel de tijd in joggingpak ging lopen. En op een gegeven moment had ik wel weer dat ik dacht, ik doe even een beetje make-up op. Of kleed me iets leuker aan of ik doe even mijn haar of zo. En dat jij dan zei, het ziet er mooi uit. En dan voelde ik me meteen van, ik zie er mooi uit van mijn schatje. Okay. Je voel je toch knapper en aantrekkelijker en dat is toch wel bevorderlijk. Zeker. En wat ook wel leuk is, is om een soort date nights af te spreken. Bijvoorbeeld te zeggen, elke vrijdag gaan we iets heel lekkers koken of bestellen of zo. En dan hebben we echt een date night. En misschien bedenkt de ene week iets, de andere de andere week. Of dan doe je bijvoorbeeld je mobiels uit en ga je echt samen iets doen. Of kletsen of iets kijken wat je leuk vindt of zo. Dat helpt ook wel om echt dateavonden te bedenken. Gisteren had ik helemaal een recept gezocht, wilde ik dat ging koken voor jullie. Helemaal romantisch. Ik dacht, kom mijn schatje thuis, heb ik helemaal eten klaarstaan. Dat doe ik nooit namelijk. En toen ging ik naar de Albert Heijn en toen was alles op. En toen was ik zo kwaad dat ik gewoon geen zin meer had. Volgende vraag. Even denken. Kies je nu de hele tijd gewoon random iets? Of hoe? Ja. Je zit er gewoon doorheen te scrollen van links naar rechts. Deze gaan over trouwen. Wil je het daarover hebben? Nee, dank je. Okay, nou, hebben jullie het veel over de toekomst? Trouwen, kinderen, waar je gaat wonen? Wanneer gaat Jordi je vragen? Als jullie gaan trouwen ooit, zou dat dan in Nederland zijn of in het buitenland? Dat zijn vragen die mensen wel stellen. Leuk. Nou, helaas hebben we niet genoeg tijd om alle vragen te beantwoorden. Ja, mij lijkt het dus heel leuk om ooit gevraagd te worden, omdat ik dat gewoon heel lief en speciaal vind. Niet omdat ik een mega bruiloft hoef. Nee, ik vind het gewoon heel bijzonder dat je zo'n dag hebt waarin je mensen bij elkaar brengt waar je van houdt. En iets leuks voor hem kan doen en dat je dan dingen tegen elkaar zegt die je alleen zegt als iemand doodgaat. En gewoon je liefde viert met bijvoorbeeld je ouders erbij. Het lijkt me echt super leuk. Als iemand anders bij mij wil trouwen, hoor ik het dan. Hoe weet je of een jongen geïnteresseerd is, vraagt iemand. Aan mij? Ja, gewoon als liefdesadvies. Als iemand genoeg aandacht voor je heeft, dus Jan belt, sms't, naar jou toe komt, naar je vraagt, geïnteresseerd is in je. Maar is iedereen daar dan hetzelfde in vraag? Nee, tuurlijk niet. Maar nee. Dat is wel echt een vuistregel. Als iemand aandacht voor je heeft en geïnteresseerd is in je, dat betekent dat iemand wel meer wilt. Ja. Ja, en ik denk ook dat het echt helpt, juist hoe minder je het analyseert, hoe chiller en beter het allemaal gaat. Dus het is best wel verwarrend als je heel erg gaat bedenken van, vindt hij me nou leuk genoeg? Hoe vaak appt hij mij? Hoe lang zitten er tussen die berichten? Hoe vaak zien we elkaar? Daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Nee, kijk, liefde is gewoon emotie. Het is gewoon een gevoel. Dus je moet je ook heel erg laten leiden door een gevoel. Ja, precies. Zit je gevoel goed bij iemand? Voel je dat iemand je leuk vindt? Voel je dat iemand geïnteresseerd is? Vaak zegt je gevoel gewoon best wel veel. Klopt. Je weet het vaak eigenlijk al. Iemand vraagt, mijn vriendje was niet meer verliefd en het is nu uit. Hoe kom ik over iemand heen? Dat is echt wel een pittige. En ik denk dat dat heel erg bij jezelf ligt. Ik zou je altijd aanraden om als je echt een heartbreak hebt, heel even alleen te zijn. Zodat je gewoon je hart weer even in stukjes kan plakken en even kan rustig kan helen, zeg maar, en niet meteen in iets nieuws springen, want dan komt dat verdriet toch wel weer naar boven, denk ik. Of je zoekt dan misschien iemand die dingen oplost, die jou bij elkaar raadt, en op het moment dat je je weer goed voelt, dan klopt die relatie eigenlijk niet meer. Dus ik zou zeggen, je heel erg op jezelf focussen, op je vrienden en vriendinnen en op je familie, en daar in een good place komen en zorgen dat je zelf weer gelukkig bent, en dan komt er op een gegeven moment wel weer gevoel voor iemand anders. Het is goed om afstand te nemen. Vooral ook niet meer contact houden met diegene. Nee, precies. Het echt afbreken. Je echt het ook niet de hele tijd. Tuurlijk, in het begin ga je met iedereen de hele tijd bespreken van wat is gebeurd, hoe voel je. Maar op een gegeven moment moet je dat ook afsluiten. Ja. Als je maar eeuwig erover door blijft praten, blijft diegene ook in je hoofd zitten en blijf je daar verdrietig van voelen. Iemand zegt, jullie lengteverschil is zo cute. Wat is er nou het handigste en het onhandigste aan? Het handigste is dat ik jaar zo onder mijn arm mee kan nemen. Ja, wij schelen gewoon bijna een halve meter. Ja. Ik ben 1,60 en Jordi is bijna 2 meter. Handig is ook wel dat als we naast elkaar in het vliegtuig zitten, dat ik dan mijn benen bij haar zo schuin erin kan steken. Ja, dat ik dan zo ga zitten. Ik heb altijd te weinig ruimte, dus als ik mijn benen dan naar de andere stoel kan steken, is dat wel chill.
Ook al net dat Jordi mij altijd kan helpen met dingen tillen en pakken, omdat hij gewoon sterk en groot is. Ja. En ook wel dat ik me heel veilig voel. Wat echt onhandig is, wat voor mij makkelijk is bij concerten bijvoorbeeld en festivals. Ja. Waar ik dan ook sta, kan ik gewoon het concert zien. Ja. Maar en jij niet. Nee. Dus en met jou naar voren gaan is ook best wel awkward, want dan vinden mensen dat weer irritant. Ja, klopt. Naar een concert gaan is voor ons echt heel gek. Is onhandig. Wat trok je zo aan in mij? Wat trok je zo aan in mij? Ja, dat stond jaren, maar dat was raar. Wat trok ze aan in jaren? Wat ik heel leuk vond in het begin was dat je, los van dat ik vond dat we niet heel snel veel daten, dat je wel heel, heel erg aanpakken was. Je wist wat je wou en je ging het krijgen. Dus je belde gewoon meteen in het begin, dat vond ik wel cool, in plaats van sms'en en zo. En dat vind ik wel leuk. Dat is ook echt mijn liefdes- en datingtip nummer 1. Initiatief. Niet meer al die digitale communicatie. Het lijkt misschien een detail, maar het heeft voor mij echt een groot verschil gemaakt. Mij ook. Ja. Want ik merkte aan mezelf dat ik zo erg na ging denken over een bericht dat je krijgt. En wat betekent dat dan? En moet ik dan nu iets grappigs of iets flirterigs of iets nonchalants terugsturen? En hoe lang dan? En gewoon. En dan vraag je bijvoorbeeld in een app of iemand iets wil doen vandaag of zo. En dan reageert iemand niet. En dan denk je, moet ik nou de volgende keer weer voorstellen? Of moet ik dan nu gaan wachten? Ik vond het zo verwarrend en het werd daar niet leuker van. En toen dacht ik, als ik die ruis, die kan ik er gewoon uithalen door dat niet meer zo te doen. Sowieso ben ik een hele slechte apper en ik heb nooit iemand terug bijna. Dus ik dacht, ik doe dat gewoon niet en ik bel gewoon iemand. En dan kun je ook meteen een beetje meer de diepte ingaan en elkaars humor beter leren kennen en zo. En dat is echt veel, veel leuker. En dan wordt het gewoon iets meer volwassen meteen of zo. Dat, Ja, maar kijk, daar heb je gewoon natuurlijk wel een beetje ballen voor nodig. Om gewoon te bellen en het gesprek aan te gaan met telefoon. En dat vond ik wel echt heel cool. Wat mij in jou ook aantrok is... Dat is niet de ver. Niet je humor. ja, zoveel eigenlijk. ook wel dat je gewoon een heel soort van... lief en gevoelig iemand ook bent, die gewoon over gevoel kan praten en over serieuzere dingen. En tegelijkertijd ben je ook heel stoer en zie je er ook stoer uit en vind ik je gewoon heel aantrekkelijk en zo. En dat was heel erg een balans waar ik naar op zoek was en die ik best moeilijk vind om te vinden. Iemand die zeg maar wel avontuurlijk en stoer en zelfstandig en zelfverzekerd is, maar niet bijvoorbeeld een arrogante douchebag. En ook iemand die niet zo zachtaardig is dat ik het meteen niet meer spannend vind. Dus die balans heb ik bij jou al heel erg gevonden. En dat zag ik wel heel snel. En toen, dat vond ik wel heel leuk. Toen dacht ik, oh, dit is wel een speciaal iemand. Die heeft wel echt heel veel te bieden en in zich. En los van dat ik je gewoon hot vond. Waar ik ook wat vragen over kreeg als laatste... is je love language. Hier heb ik wel eens iets over gedeeld op Insta Stories. Dat mensen. Fucking love languages. Dat mensen liefde uiten of willen ontvangen op verschillende manieren. Dus voor de een is dat bijvoorbeeld. Niet. Jij wil echt graag grappig doen in deze video. Ik zit al 4 weken in het huisje hoor. Ik kan niks meer serieus doen. In ieder geval. Dat de een bijvoorbeeld liefde. Uit door bijvoorbeeld lieve dingen te doen. Het is hier allemaal in het Engels, dus dat heet dan random acts of kindness, geloof ik. De ander bijvoorbeeld doordat je tijd aan iemand besteedt. De ander aan dat je bevestiging krijgt, dus complimentjes geven en dingen uitspreken. En de ander door fysiek contact of juist door cadeautjes. En dat is wel heel grappig, dat zie je bij best wel veel stellen als je elkaar even niet kan vinden of zo. Is het heel leuk om daar zo over te lezen en zo'n testje online te doen om te kijken wat je love language is en ook die van je partner. Want bij Jordi gaat het er heel erg om, zeg maar, dingetjes voor elkaar doen. Dus bijvoorbeeld, ik noem even iets, iemand is gestrest en je hebt dan om je liefde te tonen het huis heel netjes opgeruimd of lekker eten gekookt om iets voor die ander te doen. Gebeurde dat maar eens. En, gisteren bijna. Ja, ik was echt, ik
was er echt helemaal klaar voor. Maar, en bij jou is het ook wel dat je inderdaad tijd voor iemand hebt. Dat je bijvoorbeeld je aandacht, met je aandacht ergens bent. Dus niet op je telefoon zit, maar gewoon echt een gesprek kan hebben met iemand. Bij mij gaat het heel erg over fysiek contact en woorden. Dus ik wil heel graag eigenlijk elke dag van iemand horen dat diegene van mij houdt. Of mij nog leuk vindt, of knap vindt, of lief vindt, of dat soort dingen. Dan voel ik me heel erg geliefd. En ook fysiek contact, elkaar aanraken, knuffelen, hand in hand lopen. Even iemands hoofd aaien, whatever. Dat zijn ook dingen die ik heel veel doe en waardoor ik me ook heel geliefd voel. En hoewel ik het heel erg waardeer als jij lieve dingen voor mij doet, heb ik die andere dingen meer nodig. Dus dan denkt Jordi bijvoorbeeld, maar ik heb dit, dit en dit voor je gedaan. Kijk hoeveel ik van je hou. Maar ik wil gewoon dat hij dat zegt. Dus dat is best wel grappig. En ik denk dan bijvoorbeeld, maar ik zeg elke dag hoe gek ik op je ben. En jij denkt dan, ja, maar je bent wel nu al 3 avonden aan het werk geweest en afwezig voor mij. Dus hou je nog van mij? Dat zijn dan interessante verschillen. Tot zover. Tot hier en niet verder. Wil jij hem afsluiten? Dolgraag. Super graag. Het was fantastisch leuk om jullie vragen allemaal te krijgen. Wel echt. We doen hieronder en hierboven linkjes. Hoe maak ik het even? Hieronder en hierboven. Ik wil altijd deze ding. Hier en druk op de like. En duimpjes omhoog. Ja, toch? Duimpjes omhoog. Ik een beetje te fikken. Was super leuk. Ja. Na 2,5 jaar. Over 2,5 jaar doen we nog een keer een interview. Oh, benieuwd waar we dan staan. Ja, waarschijnlijk wel echt op een andere bank en een ander huis. Ja. Een andere gezinssamenstelling. Een kleine puppy. Puppies! Ja, was leuk. Dankjewel voor het kijken, jongens. Als er nog vragen zijn, stel ze in de comments, dan beantwoord ik ze daar. Als jullie iets anders van ons willen zien, laat het ons ook weten. Als je nog een video over de love languages wil zien van mij, laat het me ook weten. Jordi heeft daar denk ik geen zin meer in. Jij wil vooral heel graag nog een video over love languages. En nou, ik krijg er echt superveel vragen over. Het is gewoon heel herkenbaar voor mensen. Dus ik wil daar best nog wat over praten. Maar je kunt ook gewoon lekker googlen. Dan gaan we nu weer verder met ons leven vandaag. Quarantaine life. Quarantaine life. Goed, tot in de volgende video en dankjewel voor het kijken en tot heel snel. Doei! Doei!